Terwijl een groeiend aantal mensen zich lijkt af te wenden van Matthijs van Nieuwkerk, blijft Hans Klok onwankelbaar de presentator verdedigen. Hij is zich bewust van de verhalen rondom van Nieuwkerk, maar lijkt er weinig van aan te trekken. Matthijs is buitengewoon bekwaam in wat hij doet, en of de verhalen over een verstikkende sfeer op de werkvloer nu waar zijn of niet, ik ben daar vaak te gast geweest en heb nooit iets gemerkt. Ik mis hem ook op tv, dus ik hoop dat hij snel terugkeert, merkt Klok op in een interview met Party. Maar het is niet alleen Hans Klok die vasthoudt aan zijn steun voor Matthijs, ook Joop van den Ende komt op voor de gevallen presentator. Hij doet een opmerkelijke uitspraak, wat Matthijs heeft gedaan is niet goed te praten. Hij had zich moeten beheersen, kennelijk kon hij de druk niet goed aan. Maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt nog altijd bij de werkgever. Op die manier is Matthijs ook slachtoffer. De steunbetuigingen voor Matthijs vanuit de entertainmentwereld blijven dus binnenstromen. Ondanks de beschuldigingen lijken sommige prominenten vastberaden om achter van Nieuwkerk te blijven staan. Het is een opmerkelijk schouwspel waarin men zich lijkt af te vragen of de persoonlijke daden van een bekend figuur de professionele waardering moeten overschaduwen. In de wereld van glitter en glamour lijken de persoonlijke overtuigingen van Hans Klok en Joop van den Ende te botsen met de kritiek op Matthijs van Nieuwkerk. Hun onwrikbare steun roept vragen op over de complexiteit van persoonlijke relaties in de schijnwerpers en de ethische verantwoordelijkheden binnen de entertainmentindustrie. De kwestie roept tevens bredere vragen op over de aard van bekendheid, macht en verantwoordelijkheid. Terwijl sommigen vinden dat Matthijs van Nieuwkerk als slachtoffer wordt gezien, benadrukt dit ook het belang van een gezonde werkomgeving en het vermogen van bekende figuren om de druk te weerstaan. De controverse rond Matthijs van Nieuwkerk lijkt niet snel te verdwijnen. En het debat over de verantwoordelijkheid van zowel individuen als werkgevers in de entertainmentwereld zal waarschijnlijk blijven woeden. Het is een complex verhaal waarin de grenzen tussen persoonlijke overtuigingen, professionele loyaliteit en maatschappelijke normen vervagen.